Unreal! Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video op Banjotown. Mijn naam is Vincent en we gaan een leuke game spelen van Craylight. Het staat hier. I'm a journalist already seeing things that go against all laws. Stairs, ja. Calling me from deep down that stairwell. Shut up. Like a voice in the dark. I wanna play. Skip. Oké, okay. En dit is de stairs. En stairs betekent natuurlijk in Nederlands trappen. En ik weet, escape is de knop om af te sluiten. Het spel heeft geen menu. Dus ja, als ik schrik, dan ben ik de pineut. Oké, we zitten dus in een gangenstelsel. En het gaat voornamelijk om stairs. Kan ik al naar beneden kijken? Volgens mij is het echt heel erg diep. Oké. En dit is van dezelfde, niet de designer, maar de engine van het vorige spel. En daarom kunnen we ook weer, kunnen we weer typen in game. Nou, dit spel is dus stairs en ik weet niet wat gaat gebeuren. Ik weet niet wat voor monster het komt. Oh dear. Kan ik dit openen? Ja. Het gaat open. Oké, dit vertrouw ik niet. Kunnen we nog verder naar beneden? Of is dit zoiets van, oké, je kan niet verder, je moet gewoon door die deur heen. Ja, je moet door die deur heen. Oh, cool. Nou, dan gaan we eens even kijken wat... Skydrum. Kan je het uitspreken? Skydrum. En het valt me op dat de games die ik speel alleen maar met een zaklampje gebeuren. Oké, kan ik hier doorheen? I'll need the code to open it. Cool. 4 4 8 3 9 0 7 4 3. Wc's. Ik weet nog goed toen ik die wc-deur opende vorige keer dat ik er niet blij van werd. En ook dit keer wil ik het wel proberen. Oké, we gaan hem openen. Kan ik hem openen? Nee, ik kan hem niet openen. Oké, die wc's kunnen niet open. Ben ik blij om eigenlijk? Wat een mooie kamer, jongens. En een... 6141. Wow! Je kan je camera gebruiken? Is dat zo? Nou ja, die moeten we onthouden, jongens. De code 6141. Oké, cool. Kunnen we nog even kijken wat hierin zit? Oh. Knipperde dat licht vorige keer ook? Nee. Dat knipperde niet. Ik ben hier niet blij mee dat het eigenlijk weer zo'n keihard geluidseffect mij laat schrikken. En jullie weer moeten lachen om mijn rare bek die ik dan trek. Want dat... weet ik gewoon, dat voel ik dat jullie dat gewoon leuk vinden, wanneer ik... It's been ages and no one's come down here yet. What are we going to do, guys? We just need to sit tight and wait. They'll come get us when they realize we're gone. They could even be outside the door right now, just minutes from getting it open. We just have to wait. I don't know how much more of this I can take. Bison, don't we have anything left to eat? No, nothing. Except... except... nothing. Jacob, go check the kitchen. Samuel and me will check the other door. Oké, we moeten de keuken checken. Wat ik begreep uit het rare gesprek wat we net hoorden. De keuken checken. TGS 06. Daar is ook geen keuken. We kunnen gewoon nergens heen, jongens. We have to. You know it could be days, even weeks until they find us. We have to stay alive till then. The both of us. What about Jacob? If we're going to live, we need to eat. And the only thing left to eat is Jacob. En we moeten dus uit gaan zoeken of die gasten dus niet zijn vermoord of zoek geraakt. Of dat er wat anders is gebeurd. Dat is een beetje de vraag.
Wat een creepy settings. Echt serieus, echt heel creepy gedaan. Wat is dit? I'll need something to open the vault. Oké, daar zit ook weer iets in wat ik kan gebruiken. Een chip. Oké, ik pak hier wat op en dat is een... A loose valve handle. Should be a vault user on somewhere. Oké, die moet daarop, die hendel. Kunnen we die overhalen? Zo. Dat gaat goed komen, jongens. En dan kunnen we hier binnen in. Kijk, daar vinden we iets. Perhaps I can use this to turn on the power and open some doors. Wat kan ik hiermee doen, jongens? Kan ik hier dat instoppen? Ja. Are practically ancient. Dus dan zit 5 hier. Dus dat betekent dat we hier verder moeten. Ja, 9. Yes! Kijk. Genius, Vincent. Ja! Yeah. Oké. We komen nu in een nieuw gebied. Hallo? Holy crap. Wat de fuck is dat? Wat de fuck is dat? What the fuck? Wat de fuck is dat? Kijk, er komt iets aan nu de week. Ik kan niet verder. Holy fuck, wat de fuck was dat? Holy crap. Wat was dat? Oké, nog een keer, jongens. Oh my god, dat was creepy, joh. Oh, die komt snel op me af. Hij komt sneller op me af dan eerst. Hij komt sneller op me af dan eerst, jongens. Oh my god. Oké, we moeten... anders doen, andere tactiek. Oké, wannabe slender. Hij komt achter ons aan. We kijken niet achterom, oké? We kijken niet achterom. Kan ik die sluiten? Ik kan hem niet sluiten. Wat kan ik hier doen? Oké, ik kan hier naar achter. Dat doen we maar gewoon. In de hoop dat hij mij niet komt pakken. Openen. Doorheen. Hij deed hem niet openen. Oké, rennen. Daar kan ik niet heen. Terug. Openen. Openen. Rennen. Rennen. Dobby. Ik heb een pijp opgepakt, jongens. Kan ik daarmee slaan? Holy crap. Bloed. De kitchen, daar moet ik naartoe. Dat ding. Dat heb ik nodig. Yes. This is gonna get me out of here. Oké, dat ding komt nu zeker weten. Oké, dat geluid is echt heel creepy. I don't know if you can hear me. Or if you even care. But I'm begging you to end this nightmare. And take me out of here. I will do anything, just make it stop. Stay calm. Camera flash. I can use the camera flash. Oh, you're kidding me? Nee, serieus. Meen je dit echt serieus? Ik moet camera flashes gebruiken. Oké, jongens, dit kan ik dus echt niet doen zo op die manier, of wel?
Oh, dit is echt heel creepy gedaan. Ik denk dat... Shit. Ah, ik heb het spel afgesloten. Shit. Ik hoop dat je een leuke video vond. En tot de volgende keer. Doei doei. Bye.